Welkom allemaal, ik ben Abigail en ik ben hier vandaag met Sibel van Relance Cosmetics. Dat is een nieuwe lijn die op de markt is gekomen met skincare producten, cosmetica producten en het is eigenlijk ook gewoon een lifestyle. Je hebt dus een nieuwe lijn gestart, opgezet, Relance. Je hebt je eigen salon. Kan je ons daar iets meer over vertellen? Hoe is dit ontstaan? Hoe het idee is ontstaan. Hoe is het idee voor Relance ontstaan? Nou, ik werkte met meerdere merken in de salon. Mm-hmm. En ik hoorde heel vaak dat klanten ontevreden waren. Of dat er onterecht ongepaste producten werden verkocht. Mm-hmm. Of ik was zelf niet tevreden over de producten zelf. En vervolgens dacht ik, ja, misschien is het gewoon tijd om mijn eigen skincare lijn te starten. Ja. Om gewoon wel een product te verkopen waar ik zelf achter sta. Dus zodoende ben ik een beetje op het idee gekomen. Want je hebt je eigen salon. Waar je dus ook beautybehandelingen doet. Hoe lang doe je dit al? Al ruim 10 jaar. Oké, dat is wel een hele tijd natuurlijk. Ja. En toen heb je besloten om een productenlijn op te zetten. Ja. Wat zijn dan de stappen die je neemt? Waar denk je aan? Hoe ontstaat dat, zeg maar? Nou, je gaat eerst een plan uitwerken op papier van wat wil ik? Mm-hmm. Wat wil ik bereiken? Vervolgens ga je op zoek naar de fabrikant. En dan kijken welke fabrikant het wordt. En dan ga je daar naartoe. En dan, uiteindelijk is het wel een private label geworden. Want ik heb mijn eigen ingrediënten samengesteld. Oké. En het proces heeft ruim 1,5 jaar tot 2 jaar geduurd. Daarna gaat het door een proces heen. Dan gaan ze kijken of alle ingrediënten goedgekeurd worden. Ja. En de verpakkingen moeten gedaan worden. Dus eigenlijk gaat alles door een molen heen. Door het proces heen. En na goedkeuring controleer ik alles zelf. En als ik een akkoord geef, dan... gaat alles in werking. Oké. Ja. Dus dat is een heel interessant, maar ik denk ook leuk proces om te doen. Je geeft ook aan dat je zelf alle ingrediënten hebt gekozen. Op basis waarvan heb je de ingrediënten uitgekozen? Of wat voor soort ingrediënten zijn er? Op basis van ervaring, want bijvoorbeeld een gevoelige huid. Ik weet in al die jaren wel hoe ik een gevoelige huid moet gaan kalmeren. Ja, tuurlijk. Ja. Een rijpere huid, die heeft even extra meer voeding nodig. Dus je kijkt een beetje naar de textuur van het product. En zodoende stel je eigenlijk een product samen. Oké. Tijdens het proces, wat je al zegt, je hebt heel veel ervaring. Dus je kijkt naar wat verschillende soorten huidtypes nodig hebben. Zijn er nog andere dingen waar je tijdens het proces aan hebt gedacht? Zoals bijvoorbeeld het testen op dieren, veganistische producten. Zijn dat ook bepaalde punten waar je aan hebt gedacht? Ja, zeker. Het is in ieder geval niet getest op dieren. Oké, dat is fijn. Ja, ik hou zelf van dieren, dus dat wilde ik zelf ook niet. Mm-hmm. En voor de rest is het gewoon biologisch. Alle synthetische ingrediënten worden vervangen door natuurlijke extracten. Oké, dat is mooi om te horen, denk ik zo. Natuurlijke extracten, zoals wat voor extracten ongeveer? Denk maar aan aloe vera bijvoorbeeld. Dat is altijd wel een goede. Oké, dus geen synthetische stoffen, het niet op dieren getest, dat is natuurlijk altijd heel fijn. En voor wie is het product? Is er een bepaalde doelgroep voor wie het product is? Of zijn het voor verschillende soorten mensen? Nou, voor jong tot oud. En iedere persoon is natuurlijk anders. Dus je hebt een rijpere huid, je hebt een gecombineerde huid, je hebt een vette huid, je hebt een droge huid. Je hebt een huid met heel veel pigmentatie. Mm-hmm. Dus voor alle huidtypen hebben we eigenlijk een product aan. Oké. Ja. En wat voor soort producten? Ja, we hebben een reiniging, toners hebben we, maskers hebben we, peelings hebben wij, dag- en nachtcremes, een SPF 30 en een SPF 50. En voor thuis hebben we ook ampullen. Oké. Ja, waar kunnen mensen deze producten vinden? Nou, op onze webshop, die nog in de maak is. Mm-hmm. En in de salon. Oké. Ja. Ja, dus online kunnen mensen het bestellen en ze kunnen het in de salon ophalen. Ja, als een klant naar binnen komt, dan gaan we uiteraard eerst de huid dubbel reinigen en even lekker de huid even voorpielen. En daarna pakken we onze looplampen bij om te kunnen vaststellen welke huidtype je hebt. Ja. En dan kijken we gewoon heel goed eerst naar. En we kijken ook of de klant geen huidproblemen heeft, bijvoorbeeld onderhuidsontstekingen. Belangrijk. Bijvoorbeeld als je onderhuidsontstekingen hebt, ja, dan vragen we eerst natuurlijk hoe kom je eraan. Mm-hmm. Heb je last van hormonen? Gebruik je anticonceptie? Invloed hebben reageert daarop. Reageert je huid op voeding? Nou, en dan als het voeding is, adviseren we altijd vaak naar een diëtist te gaan om een bloedafname te doen. Mm-hmm. Zodat je eerst de oorzaak aanpakt. Want onze skincare producten zijn tenslotte alleen maar als aanvulling op je dagelijkse verzorging. Ja. En dan adviseren we de klant wel altijd gewoon, kijk eerst wat de oorzaak is en vanuit daar gaan we verder. Ja, het is natuurlijk niet, dus het is niet zo dat mensen moeten denken dat,
als ze heel veel problemen hebben, dat het in één keer allemaal is opgelost door zo'n product te gebruiken. Nee, absoluut niet. Oké. Is het ook mogelijk om bijvoorbeeld, want je hebt verschillende soorten producten, zijn die los te verkrijgen? Of heb je ook een bepaald, heb je ook bepaalde pakketten, dus dat je een heel pakket kan kopen? Of bieden jullie die ook aan? Want je geeft aan dat ze in je eigen salon gebruikt worden, dat mensen ze via de webshop kunnen kopen. Maar kunnen bijvoorbeeld andere salons daar ook gebruik van maken? Of hebben jullie daar misschien bepaalde pakketten voor? Ja, we zijn onze eigen distributie in Nederland. De schoonheidssalons die met ons samen willen werken, kunnen via de webshop een aanvraag indienen. En vanuit daar nemen wij uiteraard contact met ze op. Mm-hmm. En dan krijgen ze eerst trainingen, producttrainingen. En vervolgens kunnen ze de producten aanschaffen via ons. Oké, dat is wel een goed punt wat je aangeeft, dat ze eerst trainingen krijgen. Dus niet dat je gewoon zegt van nou hier, koop het product maar en succes ermee. Maar dat jullie het dus blijkbaar ook heel belangrijk vinden dat ze wel op de hoogte zijn van de producten, wat erin zit en hoe het gebruikt moet worden. Dat is natuurlijk ook wel heel fijn. En vanaf wanneer kunnen we de Rielands producten kopen? Vanaf eind oktober is het verkrijgbaar via een online webshop. Oké. Dus van eind oktober is het zover. Dan kan iedereen dus de producten aanschaffen. Ja. En voor de mensen die nu kijken en die denken van oké, ik ben wel geïnteresseerd. Maar ik vraag me dan toch af van oké, het klinkt interessant. Hè? Het wordt niet op dieren getest. Biologische producten. Er is voor elk huidtype is er wat te vinden. Maar wat maakt Rielands anders dan andere producten? Of wat is zo uniek aan Rielands? Waarom moeten de klanten kiezen voor Rielands? Nou, we hebben een 3-in-1 systeem. Dat is skincare, lifestyle en voeding. Oké. Rielands betekent ook terugkomst en herkomst. Dus we gaan eigenlijk een beetje terug naar de tijd waar het normaal was om jezelf te zijn. En dat je ook niet beoordeeld wordt, zeg maar. Mm-hmm. Want tegenwoordig moet je overal aan voldoen. Ja. En het social media platform speelt ook een rol, zeg maar. Zeker. En ik wil gewoon mensen meegeven gewoon dat het voornamelijk gewoon belangrijk is om eerst van jezelf te gaan houden. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk om jezelf te gaan verzorgen. Want veel vrouwen die vergeten zich ook gewoon te gaan verzorgen. En de meeste wat ik gewoon in de praktijk ervaren heb, is dat men denkt van oh, ik ga een product gebruiken of ik ga een treatment boeken. Mijn huid wordt daar beter op, over jonger op. Nou, inderdaad, je huid wordt er wel beter op. Maar het is ook een beetje hoe je leeft. Hè? Dus wat je eet, wat je drinkt, wat je gebruikt. Wat je van binnenuit natuurlijk, ja, wat je in je lichaam stopt. Dat heeft allemaal een beetje impact. En ik wil gewoon dat ideaalbeeld uit het hoofd, dat het gewoon eruit gaat. Zeg maar. Dat je gewoon kijkt van, hey, het is niet alleen maar producten of het is niet alleen de treatments. Maar het ook gewoon een beetje een stukje lifestyle is. Want als je een beetje gaat sporten, zodat heeft dat ook effect op hoe je eruit ziet. Zeker, ja. En met je voeding bijvoorbeeld. Sommige vette voeding, bijvoorbeeld zoals varkensvlees, dat kan ook onderhuidsontstekingen veroorzaken. Ja. Of, dat speelt allemaal eigenlijk een beetje een rol op hoe je eruit ziet. Oké. Dat is wel een goed punt wat je daar aangeeft. Omdat de meeste merken, die maken natuurlijk reclame van, dit product, dat zorgt ervoor dat je rimpels weggaan. Of dat zorgt ervoor dat je huid gaat glanzen of whatever. En ze scheppen eigenlijk een beetje een beeld dat wat je net aangeeft, dat de problemen dan zijn opgelost door het gebruiken van de producten. En dat vind ik dan wel mooi dat je aangeeft dat jullie je ook willen focussen op, zeg maar, dat het verder gaat dan dat. Dus ook een beetje mensen stimuleren om te gaan sporten bijvoorbeeld. Ja. Al ga je maar een half uurtje per dag yoga oefeningen doen of een half uurtje lopen. Mm-hmm. Waar wordt het product gemaakt? In Nederland. Oké. En waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, omdat het zakelijk voor mij voordeliger is. Mocht er wat getest worden of er is iets, dan kan ik altijd naar de fabrikant zelf toe. Dus je houdt jezelf heel erg bezig met het proces. Je bent het liefst overal bij, wat je ook aangeeft. Mocht er iets zijn, dan kan ik er zo snel mogelijk naartoe en me daar ook mee bezighouden. En hier in Nederland is de kwaliteit denk ik ook. Jazeker. Ja, dan dat je ook weet dat de kwaliteit goed is. Niet dat het in andere landen niet goed is. Maar we zijn hier dan wel zeker van een bepaald niveau. En dat er aan bepaalde wetten wordt voldaan. Maar voor mij was het ook gewoon heel belangrijk dat het gewoon een eerlijk product is. Hè? Dat het ook gewoon eerlijk geproduceerd is. Heel belangrijk. Ja. Duurzaamheid. Ja, heel belangrijk. Dus vanaf eind oktober is het zover. Dan zijn de Rielands producten verkrijgbaar via de webshop. En de klanten kunnen ook langskomen. Hè? Bij de skincare schoonheidssalon in Wormerveer. En dan kunnen ze langskomen. En wat gebeurt er dan? Nou, ze komen langs en dan krijgen ze een vrijblijvend
intakegesprekken en huidanalyse. Vanuit daar kunnen we producten samenstellen voor klanten en eventueel behandelingen. Oké, dus dat is mooi. Dus wil jij wat advies over je huid en over welke producten je zou moeten kopen? Twijfel daar niet en kom dan langs bij Skincare Schoonheidssalon in Wormerveer. In de tussentijd, hou de Instagram in de gaten. Wat is het Instagram? Relance_cosmetics. Oké, dus hou ze in de gaten, Relance Cosmetics. En tot eind oktober dan.